Hoi, ik ben Bente. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik laten zien wat er in dit pakketje zit. De pakketjes van Body Engineers. Ik heb het vorige week besteld. Nou, er zit er dus sportkleding in. En ja, ik wil het graag aan jullie laten zien. Wat ik heb besteld, maar ook hoe het bij mij staat. Dus ja, als je dat leuk lijkt, kijk vooral even verder. Nou, zoals ik al zei, ik heb het vorige week besteld, vorige week vrijdag. En het is vandaag donderdag, dus het heeft bijna een week erover gedaan om bij mij thuis te komen. Body Engineers is een Nederlands bedrijf, maar ze spreken echt alleen Engels. Als je bijvoorbeeld de klantenservice belt of mailt, dan moet je wel echt in het Engels praten, anders dan begrijpen ze je niet. Ja, ze versturen met DHL en de verzendkosten zijn pas gratis vanaf 150 euro. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden. En ja, ze hebben heel vaak sale. Deze spullen die ik heb besteld, die hierin zitten, komen ook uit de sale. Ja, ik zou gewoon daarvan profiteren, want waarom zou je de hoofdprijs betalen als het niet hoeft? Er zijn ook influencers die een eigen kortingscode hebben. Daar kun je natuurlijk ook gewoon gebruik van maken. Dan krijg je 15% korting. Ook nog eens bovenop de sale. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus ja, nog maar lekker 15% extra korting. Nou, nu zijn jullie natuurlijk heel erg benieuwd wat ik dan heb besteld. Dat ga ik zo meteen laten zien. Maar ik heb twee jaar geleden, 2019, heb ik ook al een keer besteld. Het is dus zeker wel een echt goed bedrijf die ook echt levert. Daar hoef je absoluut niet bang voor te zijn. Toen heb ik twee lange mouw shirts besteld en één legging. Legging maat S en de twee lange mouw shirts ook maat S. Ik moet zeggen dat het allemaal gewoon goed is qua maat. En de kwaliteit is ook heel goed. Logo hartstikke leuk erbij. Ja, ik had eigenlijk toen wel een lange mouw shirt waar een gat in zat. Dit heb ik gelijk doorgestuurd naar hen van, joh, wat gaan we hiermee doen? Toen hebben ze dat heel netjes opgelost. Ze hebben een kortingscode gekregen. En uiteindelijk heb ik het gat door mijn oma laten maken. Dus ja, daar zie je nu helemaal niks meer van. Dus dat is allemaal ja, goed opgelost. Nou, dan is het nu tijd geworden om aan jullie te laten zien wat er in dit pakketje zit. Nou, ik ga het openmaken. Het zit wel goed verpakt in plastic, zoals je kunt zien. De factuur staat aan de voorkant erop. Ook in plastic, dus dat zit niet in de verpakking. Er zit een kaartje bij van Body Engineers. Welcome to the Body Engineers family. Nou, get featured. Dus vraag eens of ze, ja, als je hun tagt op je Insta, dan gaan ze je delen. Ja, nou, superleuk. Nou, ben ik zelf ook natuurlijk heel erg benieuwd. Kijken, 1, 2, 3, 4. Ja, het klopt allemaal. Ik heb één setje besteld. Dus één legging met een sport BH en nog twee andere losse leggings. Ga ik het eerst openmaken. Zit in een plastic zak. Zit ook gewoon netjes een kaartje aan. Leuke legging. Lege print. Een grijze. Lekker stretchy. Dit is trouwens een maat M. Ik heb een maatje groter besteld, omdat ik ja, sinds 2019 nog wel een beetje ben aangekomen door corona. Dus ja, ik denk dat dat dan wel iets beter gaat passen. Nou, dan ga ik deze eventjes aantrekken en dan ben ik weer bij jullie terug. Nou, nu heb ik hem aan. Dit is dus de grijze met de legerprint. Hier aan de onderkant, bij, ja, richting je enkels, daar zitten allemaal gaatjes in. Heel erg leuk. Logootje zit hier zo. Ja, hij is gewoon mooi grijs. Hij sluit hierboven ook mooi aan. Hij is wel high waist. Dus ja, dat is ook altijd heel erg fijn. Hierachter nog een zwart vlak. Ja, mooie achterdetails. Dus ja, hij past goed. Het is een maatje M. Dus één maatje groter dan, ja, dan mijn vorige legging van Body Engineers. Nou, zoals ik al zei, ik heb deze legging met de legerprint in het grijs. Dus gekocht in een maatje M. Dit is trouwens de Athena
camo legging in donkergrijs. En hij kostte €15 in de sale. Dus ja, dat is echt absoluut niet duur voor zo'n goede legging. En nu gaan we over naar de tweede legging die ik heb besteld. Deze is dat. Die zit natuurlijk ook in. Mooie plastic verpakking. Ik ga hem nu openmaken. Dit is de Aurora Seamless Legging in het rood. Rood met zwart. Ja, hier ook weer een leuk logootje. En ook hier weer aan de onderkant van die gaatjes. Dat is bij heel veel leggings van Body Engineers. En deze heb ik ook in het M besteld. En die ga ik nu ook eventjes voor jullie aantrekken. Nou, dit is dus de tweede legging die ik heb gekocht. Met rode details. Hier zie je dus ook weer het logootje. Nou, qua lengte is die helemaal goed. En ja, ik vind wel bij deze dat de band iets losser zit. Dit is dus een maat M. Verder ziet hij er ook aan de achterkant heel leuk uit. Ja, het enige is dat hij dus hier wel een beetje los zit. Dus als je twijfelt tussen een S of een M, dan zou ik toch wel voor een S gaan. Nou, deze tweede legging, de zwart met rode legging, de Aurora Seamless Legging, rood. Ook nog eens high waist trouwens. Die was €13,50 en ik had hem in een maatje M besteld. Dus ja, zoals ik net ook al zei, als je twijfelt tussen een S of een M, ik denk dat het qua lengte niet zo heel veel verschil maakt. Maar zoals ik dus ook net zei, was dat deze band een beetje losser zit. Dus ja, dan zou ik gewoon voor een S gaan. En zoals ik aan het begin van de video al zei, had ik twee leggings besteld in één setje. En ik heb het setje natuurlijk voor het laatst bewaard. Nou, het setje bestaat uit een sport BH en een legging. Die ga ik nu openmaken. Dit is de sport BH. Het ziet er nogal ingewikkeld uit aan de achterkant. Allemaal touwtjes. Zie ik zo meteen wel als ik het aantrek hoe dat, hoe dat valt. Hier voel ik al, er zit een pad in, maar dat is natuurlijk altijd wel fijn, want anders zie je je tepels er doorheen. Dat is ook niet echt heel fijn als je aan het sporten bent. Ja, tot nu toe ziet het er goed uit. En de legging die erbij hoort. Dat is deze. Die heeft allemaal gaatjes. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik zag het bij andere mensen op Facebook voorbij komen en ik dacht, die moet ik hebben. Dat is ook heel fijn, want deze set is namelijk ook afgeprijsd. Deze hele set kost maar €22,50. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe die valt. Dus ik ga hem nu voor jullie aantrekken en dan ga ik het even laten zien. Nou, en hier heb ik dan de hele set aan. Ik zie gelijk al dat deze sport BH niet echt veel steun geeft, dus... Ja, je mag daar denk ik wel echt een andere sport BH onderaan doen, want het geeft niet echt veel steun. Verder, dit is dan de achterkant. Ja, ik heb het kaartje er nog aan zitten, maar ja, dus heb je een beetje een indruk van hoe het eruit ziet. Dit is dan de achterkant van de legging. Deze heeft dus allemaal gaatjes hier zo, de hele benen, alleen aan de bovenkant niet. Dus ja. Nou, zoals ik al zei, deze set heeft mij dus maar €22,50 gekost. Hij zit heel goed. Alleen het enige wat ik dan dus niet zo goed vind, is dat die sport BH niet echt goede ondersteuning biedt. Dit is trouwens de Aurora Mesh Legging en Mesh BH. Dus dat is net even iets anders dan die rode. Dat was dan de seamless. Deze is trouwens ook wel seamless hoor. Hier zit ook geen naden aan. Dus ja, ik vind het ook echt heel erg leuk staan. En van deze set had ik trouwens van zowel de legging als de sport BH een maatje S genomen. Ik dacht, ja, de vorige keer had ik ook een S genomen, dus het moet passen. Maar aan de andere kant was ik dus ook wel weer een beetje aangekomen, vergeleken met de vorige keer. Waardoor ik dus die andere twee leggings wel in een M heb besteld en deze niet. Maar deze die past gewoon heel erg goed. En ja, vaak op de site staat er ook wel bij de legging van we raden die aan om één maat groter te nemen dan normaal gesproken. Dus dan is het wel verstandig om dat advies op te volgen. Wat je natuurlijk ook altijd kan doen is gewoon
reviews zoeken van andere mensen, hoe de maat valt, dat soort dingen. Maar ja, want ik was al een keer eerder al besteld, heb ik gewoon een beetje gegokt. En ja, alles wat ik dus heb besteld zit goed, behalve dan deze, de pand zit dus wel een beetje los. Dus stel jij wil die ook bestellen, dan raad ik je dus aan om echt een S'je te nemen als je normaal ook een S'je hebt. Nou, nu hebben ze nog steeds een sale voor de engineers. Dus ja, ik zou je wel aanraden om, als je iets wil bestellen, om het dan vooral heel snel te doen. Ik zet in ieder geval de linkjes van deze producten hieronder in de beschrijving, zodat je het heel makkelijk kan vinden. En ja, mocht je nog vragen hebben over iets, dan mag je mij natuurlijk altijd een bericht sturen. Je mag hieronder een reactie plaatsen. Of via mijn Instagram. Link naar mijn Instagram zet ik ook hieronder in de beschrijving. Nou, mocht je graag zien dat ik een product test of over een bepaald onderwerp mijn mening geef of ergens commentaar op geef, laat het dan even weten in de reacties of stuur mij een DM op Instagram. En ja, misschien zie je dat dan in de volgende video. Nou, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat je hiernaar keek. En ja, ik hoop dat je de volgende keer weer erbij bent. Doe vooral eventjes een duimpje omhoog en subscribe even. Dan ben jij als eerste op de hoogte van een nieuwe video van mij. Volg me ook even op Instagram, want daar plaats ik het ook altijd. Nou, in ieder geval bedankt weer voor het kijken. En ja, tot de volgende video.